Goeiedag. April staat op het punt van beginnen. Mooi moment om eens te kijken wat april voor trend heeft. Wordt het nu wat warmer en ook droger of houden we toch dat wisselvallige weerbeeld? En om dat te bekijken gaan we eerst starten met het Amerikaans model dat hier achter mij staat, de weerkaart. En wat we dan zien is dat er geleidelijk aan echt wel wat gaat veranderen. Voor het zover is, moet er nog wel eerst een lage drukgebied gaan passeren. Dat gaat dit weekend gebeuren op zaterdag en dat brengt flink wat regen. Het is vrijdag al erg nat geweest, maar zaterdag komt er dus ook meer regen aan. Maar dan gaat een hoge drukgebied opbouwen vanuit het noorden. En dat zorgt ervoor dat we een noordoostelijke stroming gaan krijgen, waarin droge lucht wordt aangevoerd, maar ook wat koudere lucht. Kortom, de temperatuur zal niet heel erg hoog gaan oplopen. Maar het hoge drukgebied zorgt in ieder geval voor dat we rustig weer gaan krijgen. En vaak ook met flinke zonnige perioden. Het heeft er zelfs schijn van dat we ook naar het volgend weekend toe nog dat rustige weer gaan houden. Dat is het paasweekeinde. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi uitkomen. In de kaarten van het Europees model zien we ook heel duidelijk die afwijking naar de hoge drukkant. Boven Scandinavië is dat duidelijk zichtbaar. Daar ligt een hoge drukgebied. Dat zorgt voor een noordoostelijke stroming met die droge lucht, maar wel met koudere lucht. Want we zien ook heel duidelijk die afwijking naar wat lagere temperaturen. Het blauw Nederland ligt precies op de grens. We moeten er rekening mee houden dat die temperatuur volgende week echt wel wat lager is dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Daar staat wel tegenover dat er flinke zonnige perioden zijn. En uit de wind in de zon is het waarschijnlijk prima toeven. Ja, een hoge drukgebied in onze omgeving betekent ook over het algemeen droog weer. Zoals het er nu naar uitziet gaan we gewoon een droge week tegemoet. En dat betekent ook dat we qua neerslagafwijking duidelijk zien dat het droger zal zijn dan gebruikelijk. Sterker nog, ik denk dat heel de week droog gaat verlopen in Nederland. Houdt dat weerbeeld zich dan vast? Hè? Houdt die luchtdrukafwijking zich staande? Nou, we zien nog steeds in de week daarna dat in het noorden een afwijking richting hoge druk wordt verwacht. Met andere woorden, hier is nog steeds wel een hoge drukgebied aanwezig. De positionering die is wel iets anders aan het worden zoals het eruit ziet. En dit neigt naar een wat meer oost-zuidoostelijke stroming. En dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat de temperatuur wat verder omhoog gaat. In weerpluimen zien we dat ook wel. Het gaat heel langzaam hoor. Het is niet zo dat we nu direct naar de 20er springen, dat niet. Maar wel toch hogere temperaturen dan gebruikelijk misschien wel in die week. Het is nog niet helemaal zeker. Temperatuurafwijking laat zelfs zien dat we rond normaal uit gaan komen. De wat warmere lucht, dat is dan toch meer voor de Engelse gebieden in onze omgeving nauwelijks een afwijking van betekenis. En dan zien we ook dat in de week daarna de afwijkingen helemaal gaan verdwijnen. Ook bijvoorbeeld in het luchtdrukpatroon. Nauwelijks een afwijking van betekenis in dat luchtdrukpatroon. En dat betekent ja, waarschijnlijk toch wat meer weer een westcirculatie. Want dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Het is niet zeker, want als je naar percentages kijkt, dan zie je toch ook wel dat er mogelijkheden zijn dat dat hoge drukgebied ten noorden van ons aanwezig blijft. Kortom, de onzekerheid wordt weer erg groot in de tweede periode. Ja, ik gaf het al aan, temperaturen vaak dan rond normaal. Wat betekent dat in april? Nou, dat zijn temperaturen aan zee rond de 12 graden, landinwaarts 15, 16 graden als maximumtemperatuur. Dat kan je natuurlijk een beetje op gaan delen, want de temperatuur die loopt in april wel geleidelijk aan op. Begin april zitten we zo met een maximumtemperatuur van 12,5 graad. Eind april gaan we echt wel naar de 16 graden. Dit is voor Midden-Nederland. Voor het noorden mag je er een graadje afhalen, grofweg. En voor het zuidoosten mag je er echt wel een graadje bij optellen. Minimumtemperaturen ruim boven het vriespunt. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal niet gaat vriezen. Want juist in heldere nachten kan het in de eerste week ook echt wel licht vriezen. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Kortom, april gaat na de valse start op 1 april met veel nattigheid droog starten. En daarna zien we eigenlijk geen grote afwijkingen van betekenis meer. Een vrij normale aprilmaand gaat het worden, met misschien af en toe wel even wat hogere temperaturen als de wind de zuidoosthoek opzoekt. Nog een fijne dag.